Vanavond is het dan eindelijk zover. Weer een concert op het Goffertpark in Nijmegen. Vanavond spelen de Red Hot Chili Peppers. Wij gaan even kijken of men er al klaar voor is. Zeker, 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 ja. Jullie zijn er vroeg bij? Ja, we zijn er vroeg bij, ja. Je wil vooraan staan? Ja, graag. Groot fan van de Red Hot Chili Peppers? Absoluut. Hey, wat maakt deze band nou zo bijzonder? Ja, ze zijn eigenlijk al bijna bejaard. Dat maakt me natuurlijk ook extra vet. Ik vind dat als je dan nog een wereldtour doet, dan heb je wel ballen. Ja, ja, hun muziek is gewoon, ja, het is gewoon echt mijn jeugd. Ik ben heel erg opgegroeid met die muziek, gewoon luisteren. Het is gewoon fucking goed. Gewoon de band, hoe ze samen spelen, gewoon die nummers. Wat maakt die band zo bijzonder? Ze zijn heel authentiek, vind ik zelf. En de sound is heel echt. Gewoon letterlijk de instrumenten en de zanger. Hey, maar het zijn gewoon eigenlijk een beetje al oude rockers, hè? Want ze tikken allemaal de 60 aan. Ja, klopt. Ja, ja, Rollator Rock, net zoals de Stones, wordt het een beetje... Especially from Mexico to the Netherlands for the Red Hot Chili Peppers. Absolutely, I wouldn't think it twice. Wat hoop je hier nog zo meteen te scoren? Ja, gewoon goed concert-t-shirt. Ik wil later een grote wall maken van allemaal concert-t-shirts, allemaal in lijsten en zo. Welk nummer mag er vanavond niet ontbreken op de setlist? Snow, sowieso. Ja. Under the Bridge, en die spelen ze. They should play Dost. Dost. Hey, en welk nummer mag vanavond absoluut niet ontbreken? By the way, ik hoop dat ze die weer laatste gaan spelen. Ik heb de setlist een beetje in de gaten gehouden. Als het goed is, gaan ze die als laatste spelen, dus ik hoop het heel erg.